kijkers van Online Games en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Dooster. Goed jongens, zoals jullie horen, tot. Mis je mijn muziek? Maar goed, wij gaan dan door. Het heeft er niks van aan dat hij een beetje stottert. Het heeft te maken met mijn kabel van mijn microfoon. Maar goed, en mijn koptelefoon. Goed, de week hadden we natuurlijk deze prachtige Halloween gedaan. Maar het is vandaag, we zitten namelijk nu al in november. Het is helaas geen Halloween meer. Dus wat moeten we eigenlijk gaan doen? Hè? Eigenlijk moeten we nog een gemzaal bouwen. Eerlijk gezegd. Dus dat gaan we voor onze schuld, want die is eigenlijk niet. Ach, dat wordt een gemzaal. Goed, wel die gymzaal. Hoeveel mensen kunnen erin? Nou, 50. Dit is onze gymzaal. Oei. Ja, op zich maakt het niet uit. Maar hebben we daar nog wel iets van gymzaal? En toch? Nee, niks. En sport, dan moeten we denk ik op sport staan. In ieder geval wel banken. Banken zullen we hebben. Dat 7 wel genoeg is. En dan tik ik maar voetbal en dan maak ik maar een voetbalveld. Kijk. Goals hoeven we niet. Alleen de velden. Ja, eigenlijk gewoon alleen groen. En hoeveel hebben we dan nodig? We moeten weer even naar mijn zolder. Zolder is dat, hè? Nee, er staat toch alleen maar groen, dus hebben we niks aan. Oké. Dan moeten we. De gems afpakken. Hoe van die dingen? 30? Zullen we doen 30? Nou, ik hou er ook 30 voor. Nou. Dan maak ik daar maar allemaal. Banken van. Dus ik nog maar even gaat opwatten. Ik dit even voorbereiden. Maar ik ben ook benieuwd. Die hier zo. Nou, dat komt precies uit of komt dat precies uit?
exact dat het precies uitkomt. Actie daar, ik kom te kort. Denk ik. Ik heb ongeveer gezegd dat het ongeveer 30 is. 1, 2, 3, 4. We zijn 30, 1, 2, 3. 4, 8 moeten we nog gaan hebben. Voetbal. Iets anders. 10. Ja, dan 9. Wat is dit? Oké. Dat misselijk vind je even daar gaat staan. Want je bent behoorlijk irritant. Dat is goed, dat moet er precies genoeg hebben. Dan. We hebben er nog eentje over en dan. Banken. Wat zijn zulke banken? Oké, daar heb ik even. 2. 2 en dan. We hebben er nog. 3, oké. Zie, 3, plaats. De bank. Zo, kijk eens. Ja, ik vind het dan zo prima allemaal. Dan moet je echt gaan denken wat ik dan nu ga doen. Een grote project. Een berg, een grote, een piramide, lijkt dat tof? Zo'n toffe piramide. Hoe moeten we die dan maken? Met Minecraft spullen. Doe dat hier maar voor met zand, hè? En daar is het met zandstone. Zullen we eens even kijken als het kan via Minecraft? Als het goed is, hebben we gewoon Minecraft van die dingen. Mine? Voilà, Minecraft. Dit zijn dus. Dit is de zand, hout. Sandstone. De kist. Zou je ook nog 10? Oh, het is een 10. Nee, ja, wij geen. Nee. Maar op zich kunnen we het eigenlijk wel. Maat. Dat is niet mooi.
Is het eigenlijk? Ja, met dit. Kun je met dit doen? Of... Zond dat? Of met dit? Dan is dit mooier. Hoewel dat ongeveer nodig, denk je? Ik denk toch wel. Ja. Niemand of zo? Niet 100. 200. Er 67 van die munten. Heb je dat 200? En 500 of zo? Maar ik laat ook 7. Maar je zegt automatisch 100. Dus je kunt niet even zeggen, oh ja, pak hem maar 200. Hij zet automatisch voor 100. Dus je kunt alleen maar aankopen doen met 100. 67 plus 67, wat is dat? Ik heb geen idee. Zullen we even 67... Wacht. Maar goed dat ik een rekenmachine bij de hand heb. Dus 67 plus. Dan koop je al voor 134 munten. Betaal je daarvoor? Is dat niet overdreven? En we hebben nu 16.105. Okay. Nee, ik vind dat denk ik toch een beetje te duur. Nee, een beetje zonde van die, ook van die munten. Ja, maar hoe kun je eigenlijk meer geld erbij verdienen? Dat weet ik niet. Wie weet eigenlijk nog een leuk project? Je mag het zelf weten. Welk project? Heb ik nog spullen? Mijn spullen. Ja. We hebben nog wel wat. Wat is dit eigenlijk? Weet je wat, ik ga even al mijn spullen ga ik even wegdumpen, want het slaat nergens op waarom dat ik dat allemaal bij me heb. Op zolder. Oh, we hebben nog wel wat ruimte. Maar niet zo heel veel geloof ik. Camera's. Doe hem maar even aan. Boom. Blauwe kassa. Oh nee, dat moet niet. Zijn er nog op de tafels? Nee. Nou weet je, jongen. Prop ik hem aan dat hoekje? Waarom heb ik überhaupt die dingen gekocht? Eigenlijk. Ja, ik... Hier. Doe ik eindelijk van die kleren dingen af te zijn na? Op de nog niet zo. Maar goed, maar goed. Je ziet, dit is allemaal Minecraft spullen. Wat heb ik daar aan? Helemaal niks. Waarom heb ik het gekocht? Geen flauw idee. Jammer dat je dan niet allemaal... kunt... ja, hoe het verkopen. Maar goed dat dan op die... Het is met zijn enkele. Ik ben er dus best blij mee. Nou goed.
Ik zie hier nog wel wat spullen neer te zetten. Zo is ook nog een hoekje. Hier ook. Hier zo. Hier. Dat wil ik allemaal even bij elkaar hebben. Hier kan er ook nog wel wat bij. Dat is geen probleem. Zo, wat moet ik hier mee? Wat is er weg mee? Stoelen. Dus als je op Dogs die game kent en je wilt iets hebben, je mag het alles wat hier staat mag je gratis hebben, gratis. Ik doe er toch niks mee. Wat moet ik ermee doen? Even die deur dicht. Ik speel mama. Juist. Zie je, starting van die problemen. Kijk. Zo kun je ze niet zien. Ik hoop dat die deur automatisch dicht gaan. Oh nee, dat hoeft ook niet. Bovenop elkaar. Zo. Zoals jullie zien heb ik best veel troep, man. Ja, ik kan het wel allemaal in laten zitten. Nee. Oh ja, we hebben ook wat aan te oventjes. Kan het nog erger? De muur beginnen wel nu aardig vol te raken hoor. Maar goed. Nou, alle spullen die ik nog hier heb, zeg je hier. Maar alsjeblieft, maak die. Nee. Die gebruik. Mooi. Zijn alle deuren dicht? Ja, oké, okay, daarachter zijn ze niet dicht. Maar die kan je vanuit hier niet zien. Goed, als er iemand wat wil hebben. Op Dogs. Kun je even met mij contact opleveren. En dan. Wat hier staat is gewoon gratis. Ja, ik weet ook niet wat ermee moet. Dan hoef je het zelf niet te kopen. Dat je op twee en dat portemonnee. Goed. Kijk eens, ik ga het hier belaten. Ik hoop dat jullie een toffe video. Zeg even wat ik morgen moet gaan doen. Ik weet het zo niet, maar goed. Ik hoor het van jullie wel. Goed, ik hoop dat jullie nog een toffe... toffe ding weten wat ik als goede project moet hebben. Ja, misschien ga ik toch wel een piramide bouwen. Misschien wel, misschien niet. Dat zien we. Kijk eens, ik ga het hier belaten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het like en... Tot morgen dan maar weer, hè, jongens.
Mazzel!